Hey ambitieuze vrouw, super welkom dat je weer hier bent en luistert en aanwezig bent. Hey en Claudia, super welkom. Leuk dat jij ook vandaag wil aansluiten. Heel tof dat je er bent. Wil jij jezelf even kort voorstellen? Wie ben je, wat doe je en voor wie? Dankjewel, leuk dat ik er mag zijn. Superleuk. Ik ben Claudia. Ik heb bij Danielle de opleiding gedaan van maart 22 tot september 22 kwamen we net achter. Dus al best een tijdje terug. Ik heb twee bedrijven inmiddels. Eén waar ik inderdaad ondernemers ondersteun. En dat zijn kleine zelfstandigen. Over het algemeen trainers. Het is geen bewuste keus, maar dat lijkt zo te ontstaan. En daarnaast heb ik een bedrijf voor verrassingsuitjes. Ja, superleuk. Daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. Jij bent dus nu, zeg maar, ja, nou ja, bijna wel 2 jaar dan, ja, ruim 1,5 jaar actief, hè, in het ondernemerschap. Weet jij nog? Op 22 maart heb ik mijn bedrijf ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Dat was de dag dat mijn zoon 18 werd. Ja, kijk, oh mooi. Ja, dus hij is bijna 20. Ja, klopt. En jij bent bijna 2 jaar ingeschreven bij de KVK. Ja, ja, super tof. Tijd vliegt, hè? Ja. En weet jij nog waar jij toen tegenaan liep voordat jij ondernemer wilde worden? Wat maakte dus dat jij zoiets had van, nou, laat ik die stappen zetten? Ja, dat weet ik eigenlijk best nog wel heel goed. Ik werd 50 en ik zat al 6, 7 jaar bij mijn werkgever waar ik het prima naar mijn zin had. Maar ik word altijd een beetje ongedurig na een aantal jaar, want dan heb ik alles al een paar keer gedaan en dan wil ik eigenlijk iets nieuws. En toen ging ik bij mezelf kijken van wil ik dan een andere baan of wil ik hoger? Nou, dat wilde ik sowieso niet. Ik kwam van een managementfunctie. Nou, dat was het gewoon niet voor mij. Ik vond het ondersteunende gewoon heel erg leuk. En ik vond ook mijn werkgever gewoon, ik had het daar heel erg naar mijn zin. Dus toen ben ik inderdaad een beetje gaan zoeken van wat kan ik er dan bij doen. En toen kwam ik op het VA-schap waar ik toen de tijd nog nooit van gehoord had. En toen dacht ik, nou dat is zo intens leuk. En ik, dan ga ik gewoon misschien wel een dag minder werken en dan ga ik dat erbij doen. Dan heb ik andere taken, andere werkzaamheden en dat zorgt ervoor dat ik het dan weer gewoon extra leuk vind. Ja, precies. Ja, die Ja. afwisseling en die uitdaging, dat hoor ik vaker. Ja, Ja. Je hebt een bepaalde sleur erin en dan, ja, je wilt toch gewoon vol energie dagelijks opstaan van, oh, ik heb zin in mijn dag. Ja. In plaats van, oh, weer zo'n dag. Ja, ja. Ja, klopt. En dus dat was voor jou vooral de afwisseling, de uitdaging. Is er nog iets geweest wat jou toen tegenhield om die stap überhaupt te zetten? Een twijfel of een onzekerheid? Nee, het enige, ik vond het heel lastig om in mezelf te investeren, financieel Ja. gezien. Dat Ja. was echt wel, dat was voor mij de grootste drempel. Daarin zei mijn man op een gegeven moment van, joh, weet je, als je dat wil, dan ga je dat gewoon doen. Maar dat was eigenlijk het enige wat mij tegenhield. Ja, want je was er Dus niet daar had gewend. ik een setje van iemand anders voor nodig. Ja, want je deed niet zomaar echt wel dat soort investeringen in jezelf, denk ik. Nee. Nee, en dan Nee. is het wel wennen van, oh ja, er komen misschien wel vragen boven van, ben ik het waard? Mag ik dat wel? Ja, ik vond het, ik vond, ja, weet je, ja, ik vond dat gewoon heel, ik vond dat heel, ja, ik vond dat heel ingewikkeld. Daar komt het Ja, eigenlijk wel op nou, neer. fijn dat je partner zei van, nou, doe maar. Ja, doe het gewoon, En nu ja. heb je waarschijnlijk lang en breed die investering al weer terugverdiend. Ja, eigenlijk hetzelfde jaar al, ja. Precies, ja. Ja. En dus jouw man was eigenlijk een beetje de doorslaggevende factor toen van, ga maar Ja, doen. ja, ja. Ja, Fijn. super. En waarschijnlijk als het andersom was geweest, had ik het ook zo gedaan. Alleen voor jezelf geeft dat toch altijd een ander iets. Ja. Hey, en hoe belangrijk is het voor jou geweest om in het begin al ja, jouw bedrijfsideeën helder te krijgen in de zin van, ja, wat ga je doen? Wat is dan je passie? Waar word je blij van? Hoe belangrijk is dat geweest in de start van je bedrijf? Ja, ik vond dat wel fijn. Het grappige is dat ik bij heel veel dingen wel dacht, oh ja, maar eigenlijk wist ik dat wel. Ik was natuurlijk geen 18 dat ik de opleiding begon. Dus ik wist, aan de ene kant wist ik wel waar ik blij van werd. En ik had daar ook wel met mensen over gesproken. Maar het is dan wel fijn als iemand even helpt om te kaderen of zo. En je gewoon af en toe wat handvatten te geven.
waar je dan op door kan. En het Ja. grappige is, ik kom uit een ondernemersnest. Ik was echt de enige in loondienst van niet alleen van het gezin, maar eigenlijk van de hele familie. En ik heb altijd gezegd, joh, laat mij maar. En uiteindelijk blijkt dan toch dat het bloed niet, dat het bloedkruidvat niet raam kan. Precies. Ja, al oh, grappig. Dus ja. Leuk. Ja. Ja, want vaak merk ik wel dat vrouwen die starten en die het niet helder kunnen formuleren wat ze gaan doen, dat ze ook lastig aan klanten komen, omdat Ja. ze dat niet zelf goed kunnen kaderen. Ja. Hè? En jij geeft aan van het is wel fijn geweest dat ik daar hulp bij heb gehad om dat juist te kunnen Ja. kaderen. Ja, Ja. Ja. precies. Ondanks dat ik ook echt bepaalde dingen gewoon volledig in de wind geslagen heb. Zo eerlijk moet ik dan ook weer zijn. Omdat het Ja. was natuurlijk inderdaad. Ja, nee, maar ja, juist. Maar dat komt ook door wie ik ben en wat ik leuk vind. Er werd natuurlijk heel erg gezegd van, joh, ik kies je niche en maak heel helder en gekaderd wat je wil. En ik vond dat een heel, heel goed advies. Ik merkte alleen dat het voor mij niet werkte. En het is dan dus ook heel fijn als je ook daarin gesteund wordt, hoor. Zo is het ook Ja, weer. zeker. Ja, Omdat ik ja, dacht, ja, maar ik vind het juist zo leuk om me gewoon met 24.000 dingen tegelijk bezig te houden. Dus ik ja. wil me niet richten op alleen maar de social media of alleen maar de website of alleen maar de marketing. Ja, en ik weet niet, want dat is ook wel. Kijk, nu pas ik ook in mijn coaching en begeleiding Human Design toe. Maar volgens mij was dat toen nog niet in jouw groep, of wel? Nee, Nee, hè? klopt. Nee. Nee, en daarom ben ik het ook toe gaan passen, omdat dit soort dingen dan heel snel duidelijk naar boven komen. Zodat ik ook kan zeggen, maar dit is wat bij jou past. Die Ja. diversiteit, die afwisseling, dat is super belangrijk voor jou. Ja. Ja, Ja. en daarom vind ik dat zo'n mooie tool. Ja, jij bent bekend geworden met Human Design door een van jouw klanten. Ja, klopt. En heb je dus meer over jezelf geleerd. En Ja. heb je daar nog iets uitgehaald? Iets waardevols wat je nu echt toepast of waar je heel dankbaar Nou, voor bent? vooral heel veel bevestiging ook. Ja. Omdat ik heb zeker in de tijd dat ik mijn bedrijf startte, zeg maar, dat had ik natuurlijk gewoon mijn baan erbij en ik deed dat. En ik, nou ja, daarnaast heb ik ook nog een heel druk sociaal leven en activiteit. En dat mensen echt zeiden: Cloud, kijk nou uit, want je valt om en je krijgt een burn-out. En dat ik zei: Jongens, alles wat ik doe, daar krijg ik gewoon energie van. Ik word daar blij van. En zolang ik doe wat ik leuk vind, is het oké. Okay. Ja. En mensen vonden daar wel wat van. Maar als ik Ja. nou, oké, okay, ja, prima als jij het zegt. Ja, en vervolgens ging ik inderdaad werken voor een klant van mij. En die zei van, vind je het goed als ik je human design laat uitrekenen? En ik zei, ja, natuurlijk. Dus ik mijn geboortebewijs opgevraagd bij de gemeente. Omdat ik, mijn ouders wisten ook niet meer precies de tijd. En dat is natuurlijk van essentieel belang. En toen kreeg ik het terug en toen dacht ik echt, hè, ik ben redelijk down to earth, dus ik geloof er ook niet zo heel erg in. Nee. En ik kreeg dat terug, toen dacht ik, ja, maar dit ben ik. Dit ben ik volledig. Hier staat dus ook dat zolang ik dus gewoon doe wat ik leuk vind, dat ik energie voor 20 heb. Ja, precies. En dat het dus ook mag en dat ik dus ook tegen iedereen kan zeggen, hé, jongens, zolang ik gewoon doe wat ik leuk vind, hoef je voor mij niet bang te zijn dat ik omval. Nee, En precies. dat zijn dingen die geven mij dus vooral heel veel rust. Ja. Ja, het is een bevestiging van, vaak weet je het zelf al wel, want Ja. het is niet iets nieuws wat je hoort, want het is gewoon wat je hoort, wie jij werkelijk bent. Maar het is wel heel fijn en ook te weten, ja, hoe werken dingen voor jou? En de Ja. mensen die er dan wat van vinden dat jij 10.000 dingen tegelijk doet, ja, iedereen heeft een ander design, dus Ja. niemand kan zichzelf vergelijken. Ja, Nee. en dat is wel heel mooi. Dus ja, ik Ja. pas het nu al een tijdje toe in mijn begeleiding en coaching voor klanten. Ja. En ik kan echt zeggen dat het echt een hele waardevolle toevoeging is. Ja, Ja. dus mooi dat het jou ook het een en ander heeft gebracht. Fijn. Ja, Ja. absoluut. Hey, en jij zei net zo mooi van ja, dat die doelgroep trainers, het lijkt wel erop alsof trainers grotendeels mijn doelgroep is in mijn bedrijf. Want dat is zo ontstaan. Jij bent toen in de opleiding gestapt en redelijk snel vond jij jouw eerste klant toen. Ja, eigenlijk toen ik me in ging schrijven bij de Kamer van Koophandel, heb ik daar een post over gemaakt op LinkedIn. En toen kreeg ik een reactie van Anna. En Anna kende ik niet en zij kende mij niet. Maar zij was al een tijdje op zoek naar een VA en zag dat echt als een soort van signaal. Zij zag dat omdat wij via via gelinkt waren.
En zij stuurde mij een berichtje van, nou, dit kan geen toeval zijn, laten we even schakelen. En wij Wauw. hebben contact gezocht. En eigenlijk dus, ja, gedurende mijn opleiding, dus heb ik ook gezegd, ja joh, ik ben nog bezig met de opleiding, dus bepaalde dingen zal ik tegenaan lopen. Maar dat gaat dan puur programma's, zeg maar, want de kennis als ondersteuner, die had ik wel. En zij zei, joh, nou, hartstikke leuk en we gaan het gewoon doen. En we zijn dus inderdaad even, we hebben live gemeet en we hebben ons eerste gesprek gehad. En dat was super leuk, want zij had van alles in haar hoofd. En zeg je, maar wat wil je dan echt? En dat we hadden, ik had natuurlijk zo'n vragenlijst ook, dat hoorde bij de opleiding. En toen gingen we zitten en het was gewoon heel leuk, want ik vond het eigenlijk wel, ik vond het best heel spannend. Ja. En, maar ik stelde gewoon een aantal vragen en zij wilde vooral ruimte in haar agenda. En nou, hoeveel uren train je dan? En hoeveel voorbereidingsdagen heb je dan? En hoeveel vrije dagen, hoeveel vrije tijd wil je dan? En dat zet ik op papier. Ik zeg, ja, maar dan kom je op 48 uur. Ik zeg, dat gaat sowieso niet passen. En ik bedoel, dat snapt ze zelf ook al, want ze kon heel goed rekenen. Maar het was gewoon heel even dat stukje met elkaar om de tafel en het op papier zetten. En dan denken, oh ja, nou dan moeten we het dus gewoon anders gaan doen. Ja. En, ja, en dat was dat ik dacht, ja, maar dat is toch heel logisch. Dat ik, oh ja, maar dat is dus wat er ook gezegd wordt. Ja, dat wat voor mij heel logisch is, houdt niet in dat dat automatisch voor een ander heel erg logisch is. Nee. Dus, Nee. En Anne is nog steeds mijn klant. Dus ja, wij doen het heel goed samen. Heel tof. Ja, ja. Ja. Hey, als je zo kijkt naar de start van jouw bedrijf, wat is daarin voor jou echt cruciaal geweest om tot het succes te maken? Oh, dat vind ik een lastige. Ja, goede vraag. En het begint altijd wel met het helder krijgen van je bedrijfsidee. En ook een heel helder doel voor ogen hebben. Van ja, dit is wat ik wil. Ja, jouw doel was dan ja, eigenlijk gewoon voor de naast jouw werk. Ja. Ik denk, als ik zo aan jouw verhaal hoor om je eventjes te helpen, dat het volgen van je hart en doen wat je leuk vindt, en waar, dat is ook waar ik voor sta, dat wel de absolute belangrijke factor is geweest, waardoor het zo snel allemaal is gegaan bij jou. Nee, dat is ook zo. Kijk, en ja. Ik ben wie ik ben. En ik heb dan af en toe wel het idee dat het me aankomt waaien. En dan heb ik gewoon af en toe even mensen nodig die zeggen, ja, maar hallo. Dat komt ook omdat je doet wat je doet. En, maar ik doe inderdaad, ik ga gewoon aan van de dingen waar ik blij van word. Ja. Ja. En ik denk ook dat de reden is dat het nu loopt zoals het loopt. En ik heb gewoon echt een paar goede klanten. En ik heb eigenlijk ook allemaal langdurige werkrelaties. Ja. En dat komt omdat je omdat ik dus mijn goede klant heb gevonden. Ja. Waarvan ik, en ik geloof echt wel dat ik dat bijgesteld heb, hoor, want ik heb ook echt wel opdrachtgevers gehad waarvan we echt zeiden van, nou, weet je, we passen gewoon niet bij elkaar. En dat is ook goed. Ja, en dat is ook oké, precies. Ja. 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 Ja, maar wat, ja, cruciaal, ja, voor mij is dat heel erg volg je hart. Doe wat je leuk vindt, doe waar je blij van wordt. Ja. Ja, en als ik dan naar het stukje human design ga kijken, dan is het bij jou wel het volgen van jouw onderbuik, die zegt, oh, hier word ik blij van, of nee, toch niet die klant. Nee, nou, het grappige is, ja, jouw strategie natuurlijk. De dames, dus Karen en Nienke, daar heb ik ook wat trainingen bij gevolgd, gewoon omdat ik dat leuk vond. Omdat we dus al met elkaar werkten. En die hebben het daar ook heel erg over. Maar ik voel dat niet zo heel erg. Karen moet altijd heel erg om mij lachen. Oh, echt? Ik heb het idee dat dat uit mijn hoofd komt. Maar het schijnt wel ergens anders vandaan te komen. Ja, ja, klopt. Ja, ja, maar dat hele erge onder. Ik heb gewoon eigenlijk dat ik in een split second weet. Dat is goed. Maar ik heb het idee dat dat hier vandaan komt. Maar het schijnt later vandaan te komen. Ja, in je hoofd gaat het altijd daarna rationaliseren. Waarom? Ja. Wat maakt dat je die keuze maakt? Maar dat komt wel echt vanuit je gevoel en je lichaam. Ja. En dat is de eerste reactie. Ja. Maar waarschijnlijk sta jij zo dicht bij jezelf dat je het gewoon in een split second weet. Ja. En zo hoort het ook. Dus wat dat betreft sta je heel dicht bij jezelf, denk ik. En je eigen human design. En dat is wel heel mooi. En dat is fijn, dat je daarop kan vertrouwen. Ja, dat klopt. Ja. Ja. En inderdaad, heel mooi. Eerlijk, bij de opdrachten waarvan ik al twijfelde van, is dat een goed idee? Dat blijken dan ook wel de opdrachten waarvan je denkt, ja, nee, dat is gewoon beter als iemand anders dat doet. Ja, ja. Ja. En nu zul je in de toekomst daar nog sneller
een nu passend antwoord op geven. Ja. Hè? In het begin ben je nog een beetje aan het zoeken en ja, doe maar proberen. En ja, en dat is logisch. Ja. Ja. En daar leer je heel veel van, dat je ook uiteindelijk nee mag zeggen tegen samenwerking. Ja. Ja, het past toch niet, we worden hier, ja, dit is toch niet de juiste match. Ja, nee. Even voor de vrienden, maar ik gun jou. En ik krijg hier van alle opdrachtgevers waar ik mee werk, dus voor dat bedrijf, word ik gewoon blij van. Ik heb gewoon niet het idee dat ik aan het werk ben en ik werk echt heel hard. Maar ja, het voelt echt nog steeds als een soort van vakantie, als een soort spijbelen van het echte werk of zo. Dus, en wat maakt dat het voor jou als vakantie voelt? Omdat ik het helemaal zelf mag bepalen. Dat ik, als ik 's morgens om 6 uur wil gaan zitten werken, dat gewoon kan. En als ik op zondagmiddag wil werken, omdat het op dat moment lekker voelt, dat gewoon kan. En als ik op maandagochtend denk, hey, ik ga gewoon wat anders doen. Ik ga lekker even bij een vriendin langs. Dat ik dus aan niemand hoef te vragen of dat oké is. Ja. Of dat ik gewoon lekker een weekend weg kan, omdat ik gewoon mijn laptop mee kan nemen. En gewoon, als ik dat zo afgesproken heb, dat ik nog steeds mijn werkzaamheden gedaan heb. Ja. Ik vind die flexibiliteit en die vrijheid echt een geschenk. Ja. Ja. Dan voelt werken niet meer als werk, maar het is een feestje. En of je nou in het weekend iets doet of niet, maar jij bepaalt jouw agenda. En ik denk dat werken is nodig, maar werk is ook nodig buiten het stukje financieel. Is het ook een stuk tijdverdrijf om plezier te hebben in het leven. Ja. En je bepaalt dus echt zelf, wat ga ik dan doen? Waar word ik blij van? Heb je misschien ook taken afgestoten in die zin van, dat ga ik niet doen, want daar word ik niet blij van? Nou, waar ik ongeveer standaard mee begin als iemand vraagt of ik een pakket met taken wil doen, is dat ik de financiële administratie niet doe. Ik ben heel goed met cijfers, maar ik vind het gewoon echt niet leuk. Ik heb dat ook voor mezelf heel snel uitbesteed. Dus ik heb gewoon een dame die 1 keer in de 3 maanden mijn boekhoudprogramma induikt en alles rechtzet als dat nodig is. En dan doen we samen de btw-aangifte. En dan weet ik zeker dat het goed gebeurt en hoef ik me daar ook verder niet druk om te maken. Dus dat doe ik niet. Weet je, en als er een keer toevallige factuur gestuurd moet worden, tuurlijk. Weet je, dat vind ik ook helemaal niet erg. Maar dus dat zijn dingen die ik echt niet doe. En voor de rest denk ik eigenlijk bij alles, oh ja, leuk. We gaan het gewoon proberen. Ja. En natuurlijk zit ik ook wel eens dingen te doen dat ik denk, nou, hier krijg ik nou niet echt per se de energie van. Maar ja, dat geeft ook niet. Want over een uur ga je weer met iets anders beginnen. Ja. Ja, precies. Je hebt heel erg die afwisseling gekregen. Ja. En jouw doel was toen van, om het naast je werk te doen. Je hebt het op een gegeven moment, daar heb je het afgebouwd. Hè? Want jij werkte 32 uur in loondienst. Ik ben begonnen met 32 uur. Toen ben ik de opleiding gaan doen. Nou, toen op een gegeven moment kreeg ik meerdere opdrachtgevers. Toen ben ik 28 volgens mij eerst gaan werken. Toen 24, toen 16. Maar toen bleef ik eigenlijk wel een beetje de werkzaamheden doen die ik voor die tijd ook deed. Toen dacht ik, dit gaat natuurlijk ook op een gegeven moment nergens meer over. Nee. En toen dacht ik, ik ga het gewoon doen. Ik ga gewoon stoppen. Ik ga voor mezelf starten. Ik heb een buffer opgebouwd. Ik hou wel van een bepaalde vorm van zekerheid. Mm-hmm. En toen ben ik, toen ben ik eigenlijk, een half jaar geleden ben ik echt volledig voor mezelf gegaan. En dat was zo'n goede stap. En nu kan ik me ook al bijna niet meer voorstellen dat ik er nog naast werk, zeg maar. Nee. En nu voelt het helemaal alsof ik altijd vrij ben. Ik zit ook echt gewoon in de weekenden te werken en in de avonden, omdat dat dan toevallig zo uitkomt. Maar het is een keuze. Ja, het is een keuze. Het is heel lekker. Ja, dat is inderdaad heel lekker, ja. Ja, en er zijn wel vaker vrouwen die zeggen, ik wil dat er gewoon naast doen, naast het werk. Hè. Wat maakt dan dat je toch ervoor gekozen hebt om volledig te gaan ondernemen en dus niet meer in loondienst te blijven? Ja, het grappige is dat ik altijd heel bewust gekozen heb om niet te ondernemen. Ik kom uit een ondernemersnest. En ik was echt de enige die in loondienst zat dus. Maar ergens, weet je, dan merk je gewoon dat je meer energie krijgt van je eigen opdrachtgevers dan dat je dus op je werk komt. Dan merk je opeens is dan de mentaliteit daar gewoon anders dan jouw mentaliteit. Ik ben daar natuurlijk ook gewoon in gegroeid en waarschijnlijk ook gewoon veranderd.
En dat ik dacht, ja, maar ik heb helemaal geen zin in meer te neuzelen over jongens, wanneer gaat, wie is er met kerst? En wie gaat er met de krokusvakantie? En wie moet er wel zijn? En dat ik dacht, ja, maar dit wil ik gewoon eigenlijk gewoon niet meer. Terwijl ik nog steeds heel blij werd van mijn collega's en de mensen met wie ik werkte. Maar ik geniet zo van die vrijheid, van die flexibiliteit. Dat eigenlijk de hoofdreden is geweest dat ik zei van jongens, laten we gewoon afscheid nemen. Het is goed, ik vind dit leuk. En dat ik was me ook wel bewust van het feit dat als ik wilde dat mijn bedrijf ging groeien, dat ik dan dus die stap moest nemen. Ja, nou, dat is gelukt. Ja, nou, dat is super goed gelukt. Ja. 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 Je geniet er ontzettend van. En als je nou gaat kijken naar die reis die je hebt gemaakt. Zijn er nog bepaalde talenten die je nog verder hebt kunnen ontwikkelen door deze stap te zetten? Ja, volgens mij leer ik elke maand nog bij. Ik ben elke maand wel met iets bezig waarvan ik programma's überhaupt niet kende voor die tijd. Want ik ben met podcasts bezig voor klanten. Ik ben dingen aan het ondertitelen. Ik ben locaties aan het opzoeken en bezoeken. En ja, ik ben eigenlijk 50% van de tijd bezig met dingen waarvan ik vorig jaar in deze tijd niet wist dat ik het kon. Oh, wauw, ja. En heel eerlijk, dat is ook wel een beetje mijn insteek. En ik zal ook nooit zeggen van, oh ja, dat kan ik wel terwijl ik het niet weet. Dan benoem ik ook van, jongens, ik heb geen idee, maar ik ga het uitzoeken. Ja. Ja, dat werkt over het algemeen goed. En ik vind het ook niet erg om te zeggen van, jongens, ik snap het niet, ik heb hulp nodig. Dus ja, dat gaat gewoon heel goed, ja. Dus ik leer elke week nog bij, ja. Denk ik. Ja. Mooi om te horen. En wat ik vaak merk in gesprekken met vrouwen die deze stap willen zetten, die soms onzeker zijn om die stap te zetten of het spannend vinden. En dat is heel logisch, want ik denk dat ja, iedereen wel een gezonde spanning heeft om die stap te zetten. Ja, het is anders dan even een nieuwe baan. Maar sommigen denken, oh, ik moet dan meteen de expert zijn. Dus zij willen dan bijvoorbeeld wel iets nieuws gaan doen. Hè? En dus bijvoorbeeld naast office management, dat ze iets van marketing willen of zo. Hè? Dus ja, noemde jij podcast of iets dergelijks of social media. Maar dat ze dan denken, oh, maar dan moet ik mezelf meteen als de expert neerzetten. Maar ik ben nog, ja, ik moet daar nog van alles in leren. En jij zegt net heel mooi, ja, ik geef het dan ook gewoon aan hè, dat ik het nog ga leren. En je bent daar heel open over. Ja. En ik zeg ook altijd, dat is heel erg belangrijk. Je hoeft jezelf niet als expert neer te zetten. Je biedt support. Hè? Ja. Je bent niet de marketingstrateeg die ineens de expert moet zijn. En hoe heb jij dat ervaren in ja, nieuwe dingen gaan leren? En hè, je geeft het dan wel aan, maar heb je dan, ja, hoe voelde dat vanuit de klant richting jou? Ja, het is een groeiproces, denk ik. Kijk, je gaat in eerste instantie in gesprek met iemand als die een vraag heeft. En je gaat met iemand in gesprek en dan hebben ze een pakket met taken of ze hebben iets heel specifieks in gedachten. Of je komt halverwege in het gesprek erachter dat ze eigenlijk iets anders wilden dan dat ze in eerste instantie zelf dachten. En dan vervolgens ga je kijken en dan zeg je, joh, dit gedeelte, dat is geen enkel probleem. En dit gedeelte, daar moet ik naar kijken. Dus dat zal wellicht iets meer tijd vergen. Nou ben ik, dat krijg ik ook terug. Ik ben over het algemeen heel snel met mijn werk. Dus ja, over het algemeen is dat ook geen probleem. Dus joh, neem die tijd ervoor. Ik heb één opdrachtgever, daar ga ik nu een cursus doen voor Active Campaign. Om daar gewoon, dat kende ik ook niet, daar ben ik inmiddels heel handig in. Maar ja, er zijn nog steeds dingen waar ik dan tegenaan loop. Dat ik denk, ja, ik snap het niet genoeg om daar echt iets mee te gaan doen. En die zeggen dus gewoon, we vinden het heel fijn als jij dat wel gaat doen. Dus wil je dan een opleiding gaan volgen? Ja. Ja, weet je. En het is wat anders dat je zegt, oh ja, dat kan ik allemaal wel. Want dan krijg je een enorme worsteling met jezelf. Ja. Dus dat... Ja. En dan ben je... Ik denk echt, als je open bent, dat dat prima is. Precies. Dan ben je ook niet ethisch. Het is wel belangrijk dat je... je enthousiasme deelt daarover. Oh, dat lijkt me leuk, daar wil ik meer over leren. Dat zou ik heel graag voor jou willen doen. Ja. Dat is belangrijk, hè? Dat ondernemers dat voelen bij jou. En dan hebben ze zoiets van, oh, fijn dat jij dat wel uitzoeken, Claudia. Ja. Wij hebben daar geen tijd voor, maar oh, super, ga jij maar doen. Ja, nee, maar dat is het, ja.
En het gaat er dan niet om dat, kijk, als je dan bepaalde dingen gaat doen, ja, soms ben je misschien achter de schermen meer tijd kwijt en het is dan ook je eigen leertijd, want Ja, je, ja. ja, je gaat soms niet alles doorfactureren omdat het ook je zelfkennis verrijkt natuurlijk. En je klant vindt het gewoon heel fijn dat iemand daar volledig induikt. En het gaat er dus om dat je kwaliteit levert, dat je je werk goed aflevert. En of je dan daar vervolgens met bloed, zweet en tranen achter de computer hebt gezeten, maar het is uiteindelijk wel gelukt, Ja, daar gaat het om. nee, maar dat is het. En het is, weet je, en het is ook leuk. Je blijft gewoon leren. Je krijgt er steeds meer verstand van. Je hebt natuurlijk ook je netwerk. Dus er zijn ook dingen die je dus gewoon kan vragen aan andere mensen. Van joh, hey, heb jij dat wel eens gedaan? Dus ik vind het enig. Ik word er nog steeds blij van. Ja. Ja, Ja. fijn om te horen. Ja, hey, Ja. en ja, we hadden natuurlijk even een voorgesprekje. En toen gaf je ook aan van, goh, ja, ik ben geen standaard VA. Hè. Mijn intentie was wel om het vanuit thuis naast mijn baan en loondienst gewoon lekker te Ja, combineren. Maar nu ja. werk je ook veel hoofdzakelijk bij de klant daar fysiek. Hè. Je hebt Nou, dus daar ook zo'n ik heb kans, een hè? aantal vaste werkgevers, opdrachtgevers, klanten. En ik merkte dus gewoon dat ik het gewoon fijn vind om ook gewoon echt contact te hebben. En dat kan ongetwijfeld voor een heleboel mensen vanuit huis. En die stap snap ik ook. Maar ik vind het dus ook inderdaad heel fijn om met mensen contact te hebben. Dus ik eigenlijk met al mijn vaste opdrachtgevers, daar heb ik dan wel wekelijks, dan wel maandelijks. Dan spreek ik daarmee af. Ergens in de middel, want ik heb ook een opdrachtgever in Doetinchem. Dat is best. Ik zit zelf in de Randstad, dus dat is best een end rijden. Dus dan spreek je af in Utrecht. En dan werk je gewoon even samen, tik je wat dingen af. En het geeft gewoon net even meer het gevoel dat je collega's bent, dan dat er voor mijn gevoel zo'n afstand tussen zit. En ik word daar dus heel erg blij van. Het is mijn keuze ook om wel of niet, zeg maar, fysiek af te spreken. Dus ik mag ook gewoon zeggen van jongens, deze week blijf ik thuis. Dat is prima. Of ik ga lekker naar het buitenland. Maar ik vind het wel heel fijn om inderdaad in contact te zijn. En het grappige is dat mijn grootste angst van het hele VA-schap was, zo van ja, dan zit je daar een beetje op je zolderkamer en in je eentje. Maar ik heb het idee, ik weet het eerste jaar dat ik ondernemer was, kreeg ik voor mijn verjaardag, kreeg ik bloemen en kaartjes en telefoontjes van al mijn opdrachtgevers, dat ik echt dacht, hè? Oké, van mijn collega's heb ik een kaartje gekregen en ik krijg hier, de hele dag gaat de telefoon of en de deurbel. Ik dacht, oh, oké, ik ben echt onderdeel van allerlei teams. Ik mag mee op teamuitjes en nou, dat, ik vind het enig. En dat is wel misschien ook wel soms een misvatting over het werken als VA, van ja, dan het is zo, kan zo alleen zijn. Ja. En ja, terwijl ik het zelf ook heb ervaren en jij nu ook, van ja, je, tenminste zo is het voor mij geweest, je wereld wordt zoveel groter met Ja. je netwerk, mensen die je kent, je klanten, klanten van klanten, leveranciers van klanten, inderdaad al die cadeautjes op je Ja, verjaardag of ja, die ja. bedankjes ooit tussendoor, hè, Ja, van oh wauw, ik krijg gewoon een bedankje. ja. Het voelt absoluut niet alleen. Sterker nog, Nee. het voelde veel groter dan echt Ja. alleen mijn loondienst. Ja, ik weet, ik heb een opdrachtgever, daar sta ik gewoon ook op de website als onderdeel van het team. Dat je echt denkt, nou, oh, oké, leuk. Precies. Ja. Ja. Ja, mooi is dat, hè? En jij Ja. zegt voor dat afspreken, sommige klanten spreken we in het midden af, maar doe je dat dan elke week of eens in Nee. de zoveel tijd? Nee, ik met één opdrachtgever zit ik elke maand in Amsterdam. Met één zit ik elke week in Laren. Zij hebben een bedrijf en zij zitten ook verspreid door het land. Dus dan gaan we gewoon op een centrale plek gaan we zitten. Dat doen we wel elke week. De klant in Doetinchem, ik baal gewoon dat ze in Doetinchem zitten. Omdat dat gewoon minder makkelijk is. Zo simpel is het. Maar daar inderdaad, toevallig hebben we vorige week met elkaar dan in Utrecht gezeten. En dan zitten we gewoon lekker ergens in een hotelletje in een restaurant.
En dat is prima te doen, maar die zie ik minder. Ja, ja precies. En voor jou is het een hele bewuste keuze om vaker jouw klanten fysiek te zien, ja. Omdat je dat fijn vindt. En ik denk dat het ook heel tof is om dat te delen, zodat anderen ook weten, oh ja, ik kan gewoon mijn eigen keuzes maken. Ja. Hoe wil je leven, ja. Hoe wil je ondernemen? En alles kan hierin. Ja, ja klopt. Mooi. Dus, en als je nu kijkt naar ja, wat het jou heeft gebracht, waar ben je dan het meest dankbaar voor, wat het je allemaal heeft gebracht om deze stap te zetten? Nou, stap 1, punt 1 is echt, echt die flexibiliteit, die vrijheid. En dat is ook echt wel mijn drive geweest. Daar doe ik het gewoon heel goed op. Dus dat is denk ik gewoon nummer 1, die staat echt bovenaan. Ik heb aan de opleiding ook echt wel een clubje dames overgehouden. Wij waren de 4 die qua leeftijd net even afweken van de rest. En wij ergens ging dat heel. Voordat we elkaar kenden, hadden we al een groepsappje met z'n 4 zonder dat we de leeftijden wisten. Okay. En op de eerste live dag kwamen we bij elkaar en zat ik, oh, oké, dit is echt heel grappig dat dit dus zo ontstaan is. Ja. We sparren met elkaar. En Debbie heeft een van die meiden die heeft dus de eigen opleiding of de eigen bedrijf, die zit in de webdesign. En die heeft mijn website gebouwd. En we komen ook eens in de zoveel tijd bij elkaar even langs. Of we spreken ergens af. Dus, en dat merk ik, dat vind ik heel erg leuk. En ik vind überhaupt het stukje netwerk, is ook niet zakelijk, maar juist het menselijke daarachter. Ik heb zoveel leuke mensen leren kennen. Met mijn werk, met de activiteiten die ik doe. Ja, ik vind het enig. Ja, fantastisch. Ja. Ja, en nou heb jij nog een ander bedrijf daarnaast gestart voor ja, een beetje erbij. Vertel. Ja, dat klopt. Ja, het is heel grappig. Ik ben vorig jaar, want ik ben begonnen toen ik mijn bedrijf opstartte, ben ik begonnen met als bedrijfsnaam Claudia Vermon. Mijn achternaam is redelijk uniek. Dus ik dacht dat dat een goed idee was. Alleen ik liep tegen het stukje aan dat ik niemand mijn achternaam kan onthouden. Dus ik zat eigenlijk net midden in een overgang van mijn bedrijf naar Dat regelt Claudia. Die blijft ook een stuk makkelijker hangen. Ja. En gedurende het proces kwam er iets anders op mijn pad. Dus mijn ene website werd eigenlijk gebouwd. En toen kwam er een andere activiteit op mijn pad. En dat zijn verrassingsuitjes. Dat werd voorheen gedaan door Floor Verrast. Zij is ermee gestopt. Dus wij hebben contact met elkaar gezocht. En ik heb haar particuliere bedrijfsactiviteiten overgenomen. Dus ik heb er nu nog een bedrijf bij. Verrassend op stap. Ja, superleuk. Ja, het is ontzettend leuk. Ik vind het minstens net zo leuk als het ondersteunen van andere mensen. Het resultaat is hetzelfde. Ik vind het gewoon heel fijn als andere mensen blij worden. En hiermee stuur ik dus mensen inderdaad op pad. Zij boeken een pakket bij mij, geven aan waar ze blij van worden, waar ze niet blij van worden. En aan de hand daarvan boek ik een nachtje weg met een activiteit, een diner en een overnachting. En je krijgt een week van tevoren krijg je een dikke envelop met een brief met wat je in moet pakken en wanneer je de eerste envelop mag openen. En zo ga je van envelop naar envelop, van activiteit naar diner. Je krijgt tips voor waar je langs rijdt. En eigenlijk weet je 's middags nog steeds niet waar je 's avonds gaat slapen. En 's avonds weet je niet waar je 's morgens naartoe gaat. En het is zo intens leuk. En het loopt gewoon heel goed. Het loopt gestaag door. En ik vond het in eerste instantie heel spannend als mensen weggingen. Want ik bij elke keer als de telefoon ging, dat ik dacht, oh, als er maar niks is. Nou, dat ben ik inmiddels wel kwijt. Maar ja, dus dat doe ik erbij. Ja, ja, leuk. En dat vind ik, oh ja, die combinatie vind ik ook heel erg leuk. Ja, ja precies. En ik zeg ook altijd, VA is stap 1 en is zeker geen eindstation. En ik merk zeker de vrouwen die ik aantrek, die ja, als ik ooit kijk van een paar jaar later nadat ze de stap naar het VA-schap hebben gezet, dan zie ik ze dit doen op social en dat. Dan denk ik, oh ja, tof, weet je wel. En dan mocht ik ja, aan bijdragen om het beginsel zeg maar neer te zetten. Want dat is natuurlijk wel, als je echt eenmaal leert wat ondernemen inhoudt, hoe dat je dat moet doen. En je volgt dus vanuit je design je strategie. En er komt iets voorbij. In jouw geval komt er iets voorbij. En je denkt, oh, dat is echt leuk. Ja, ja. Ja weet je, de mogelijkheden zijn eindeloos. En dat zie je dus ook. Ik zie dus veel VA's ook dus doorgroeien of iets anders erbij doen. Of,
ja, op een gegeven moment doen ze ook gewoon totaal iets anders. En dat is zo mooi, dat je echt... Het is echt een reis naar jezelf, hè? Ja, ja, en ik vind het echt hartstikke leuk. En ik had 5 jaar geleden echt niet bedacht dat ik alsnog ondernemer ging worden. Maar ja, ik vind het echt hartstikke leuk. Ik ben er heel blij om dat het gaat zoals het gaat. Ja, dat is gewoon een goede stap. En het is niet de reis geworden die ik vooruit bedacht had. Nee. Maar hij is alleen maar leuker geworden. Ja, hij is alleen maar mooier geworden. Ja. En heb jij nog een bepaalde wens, droom voor de toekomst? Nee, ik ben heel erg van in het nu. Dus ik heb heus wel, zeg maar, doelen bepaald. Van oké, waar, hoe, wanneer ben ik blij tevreden als ik aan het eind van het jaar met het ene bedrijf zoveel uitjes heb georganiseerd en zoveel uren voor mijn andere bedrijf. Maar ik heb niet heel erg, ik denk, oh, ik wil daar naartoe. Of ik wil vooral heel erg genieten van het leven. Ja, mooi. En dat doe ik, ja. Ja, mooi. Heel mooi om richting het einde te gaan. Heb jij nog een belangrijke tip? Of wat wil je vrouwen zoals jij echt nog meegeven waarvan jij vindt die op het punt staan om richting het ondernemerschap te gaan, hè? Richting het VA-schap, om een doorbraak te maken? Wat zou je ze nog willen meegeven? Investeer in jezelf. We hadden het natuurlijk net ook al over. Ik vond het de stap naar een opleiding doen, vond ik ingewikkeld. Omdat daar dus een financieel bedrag achter hing. En ik vond dat heel ingewikkeld om dat voor mezelf uit te geven. Ik ben daar echt gesteund door een man die zei van, joh, als je dat wil, dan moet je dat gewoon doen. Dat vond ik heel lastig, ook omdat je niet weet van, ja, weet je, het was best een bedrag. Je hebt daar ook niet echt een beeld bij hoe lang je daar dan mee bezig bent om dat weer terug te verdienen. En achteraf denk ik, snap niet dat ik daar zoveel, dat ik me daar zo druk om heb gemaakt. Want ik merk nu, ja, ik zorg echt wel dat ik elk half jaar iets doe om mezelf iets bij te leren of bij te scholen. En, want je bent het gewoon waard, het leven wordt gewoon leuker. Als je doet waar je gelukkig van wordt. En daar heb je dus af en toe gewoon een opleiding voor nodig. Ja. Dus je bent die investering ook gewoon waard. Ja, ja. En zijn er nog dingen waarmee jij jezelf financieel daarna gekieteld hebt van, in de zin van, nou, dan ga ik eens dit doen, want dat gun ik mezelf. Of, ja. Het eerste jaar, dus vorig jaar januari, dus het afgesloten jaar, zeg maar. Toen heb ik natuurlijk en mijn bedrijf, mijn werk in loondienst en mijn VA-schap gedaan, mijn ondernemerschap. En toen zijn we in januari met het gezin zijn we naar Parijs gegaan. Zeiden, oké, dan gaan we alles waarvan we zeiden, ah ja, maar het kost wel een hoop geld. Ja. Gaan we gewoon allemaal doen. We gaan dus wel in dat ene dure hotel. En we gaan wel met de taxi. En we gaan wel daarheen. En we gaan wel dat kopen. En we gaan wel daar eten. Daar waar je dan normaal gesproken zegt, ja, dat is wel een hoop geld. Hè? Ja, boeien. We gaan het gewoon doen. Ja, oh, heerlijk. Ja. Gewoon even lekker rijkelijk het laten gaan. Mooi. Ja, dat is ook belangrijk. Hè? Kijk, je gaat er ook echt op vooruit in vrijheid, maar ook financieel. En je mag jezelf ook dan wel eens even nog een keer kietelen van, Dit is wat ik echt heb verdiend. Ik heb ervoor gewerkt en mag ik mezelf en mijn gezin geven. Ja. Nou, dat is het voordeel dus nu met verrassend op stap erbij. Ik mag nu gewoon zakelijk gewoon overal langs. Want ik moet toch bij al die overnachtingsplekken even kijken. Kan ik weer net goed blijven slapen? Nou, dat was mijn hobby al. Dus, ja. Kijk, dat is ondernemen. Dat is ondernemen. De kerstjes op de taart. Ja, precies. Super, super, super leuk. Hey, als laatste, waar kunnen luisteraars, kijkers jou vinden, mochten ze meer over jou willen weten? Je hebt het net al even verteld, maar vertel. Ja, ik heb twee websites dus. Eén voor het stukje ondernemen of ondersteunen van ondernemers. Dat is Dat Regelt Claudia. Datregeltclaudia.nl. En de verrassingsuitjes staan op verrassendopstap.nl. Verrassendopstap.nl. Superleuk. En ben je nog ergens te vinden op social media? Ja, heel veel. op LinkedIn natuurlijk gewoon onder mijn eigen naam. En op Instagram en Facebook heb ik zowel voor Verrassendopstap als Dat Regelt Claudia heb ik een account. Maar dat kan je vinden, zeg maar. Ja, nou, superleuk.
Heel erg bedankt voor het meedoen, jouw bijdrage, je positieve Ja, nou, input. graag gedaan, vond het leuk.